De eerste editie van de Drechtsteden Winterspelen is verplaatst. In plaats van op een zaterdag in november wordt er nu geschaatst voor het goede doel op een maandag in maart. Ja, helaas hebben we moeten constateren dat er niemand in de Drechtsteden bezig is met ijs behalve schepijs. En we hebben op dit moment te weinig aanmeldingen voor het evenement. Dus we hebben besloten het te verplaatsen naar maandagavond 18 maart. Dan hebben we de komende weken en maanden de tijd om in meer winterse sferen de mensen te enthousiasmeren om mee te gaan schaatsen bij het rondje Drechtsteden straks op de omloop in het schaatsstadion voor het goede doel, zeg maar, schaatsen voor het leven. Met het sportevenement wil de organisatie 25.000 euro ophalen voor het onderzoek van het Albert Schweitzer ziekenhuis naar longkanker. Het evenement wordt daarom ook schaatsen voor het leven genoemd. Het heeft te maken met je leert schaatsen voor de rest van je leven als jonge Nederlander. Net als zwemmen, voetballen en fietsen. En door mee te doen aan ons evenement de Drechtsteden Winterspelen schaats je mee voor het leven van je medemens. Wij gaan ons inzetten om voor de longkankerpatiënten zeg maar, in Nederland met hulp en steun van dokter Van Meijerveld voldoende geld bij elkaar te schaatsen om daar het wetenschappelijk onderzoek zeg maar, mogelijk te maken om het voor de patiënten na hun operatie nog beter te maken met minder complicaties. Het evenement vindt nu op een maandag plaats, omdat de Sportboulevard de ijsbaan niet nog een weekend vrij wil maken. Door het EK Shorttrack is in januari de schaatsbaan al 2 weekenden in gebruik. Maar of alles wat er op het programma staat ook door kan gaan, is nog afwachten. We moeten nu even met alle betrokken partners, zowel het Da Vinci College als Chemiva, als de verenigingen, kijken wat we van het oorspronkelijke programma met clinics, demonstraties en het Da Vinci Winterfeest nog kunnen organiseren op die avond. Want we moeten wel zorgvuldig met onze partners omgaan. Wij denken dat er best nog een hoop leuke dingen omheen kunnen zijn, om met name die winterse sfeer, zeg maar, wat we ooit geoogd hebben te organiseren op 24 november, ook op maandag 18 maart 2019 hier weer in de Sportboulevard te organiseren. Aanmelden voor de 1, 5 of 10 kilometer kan via schaatsenvoorhetleven.nl.